staat voor je de eerste mars van de divisie V. Die zijn we gedaan, nee, de zesde ronde. Even kijken wie daar goed wegkomt in die man. Dan wegrecht de 15 aan de trillaars. De eerste ronde zit er dan op tafel. Die gaan naar de Brillage, die bouwen op 2. En de plek heeft een ander, bijna van de 42. Wat zijn de enkels van de Dekkaars. Van de 80, Joyce Zonk. In de achterhoede. Hier de Bos vinden dan terug op P4. Daar is de kop van Juri Bouwman en Dalbert zit hier op week 3. En dat is op 44 en Jon van Dolberg. Op de 49 de keep van Iris en Jannik van der Berg. De dames uit Delden. De Kleiot die had haar ingewisseld voor een groot rechtsgebruik. Aan de Brilla's dus, Juri Bouwman. De 6 van Hiddenbos. Voor de vrijheid zijn de binnenkant en schuift dan mee door naar P3. Zet de 42 van Martijn Eikhoff terug naar P4. Komt van Dommel op P5. Komt dan weer Brilijs, Bouwman, Bos. Kuipers en Martijn Eidhoff. Door Storing tot weer de passage. Achter de 15 en aan de Brilaars. Brilaars Rossen. Die mannen die even ging kijken of er een plekje was aan de binnenkant aan de Brilaars. Ik was toch weer achter op P2. Dan gaat de bal wellicht naar een nieuwe aanval, maar de tijd zal te kort zijn, want de finish van die gaat omhoog. Aan de Brilaars die wint voor Juri Bouwman 2. In de Bos als derde op van Dommelen, gevolgd door de 8 voor de 14 met Mas Kuipers en daarvoor achter Martijn Eidhoff. Ik wens u die nog in eens voor die kaart is binnen. In de baan die zit in de eerste ronde van de zesde ronde in de tweede kwalificatie van vandaag in de Langeveen. Peter Koker, de koploper van de 42. We staan dan een beetje onder druk van Hiddenbos, die probeert de SHL de CDK langs uit te brengen. Dat lijkt dan door te gaan naar de P2. Peter Koijker is voorop, in de Bos. Baalberg zit hier met de 842. Eindhoven de Kaars, Juri Bouwman en de Prinsen. Achter de 80 van Joy Zonk, dametje uit Bakme. Laatste stelling door. Koijker die een kleine voorsprong pakt, een metertje of 8-9 te pakken heeft op de twee achtervolgers. Buiten op de 8-6 in de Bos. Richting de top 5 gereden. Dat zit nog op de P4. Maar hier de Bos richting de achterkant eruit van Peter Koijker. Dan hebben we de
spreekt de Kooike. Deze onder 78 in de Bosdag 2. Achter de tegen hier de Rijk op de Bekkerijs. Jullie Bouwman, P4. Op dat moment voor de vier van Aans is wel aardig. Ik prins kan dan naar de P5. Aan de brilluis die wat terug is gezakt. Vindt daar ook de equipe Kuipers eigenlijk al bij zich. Laatste ronde dan. Peter Kooike onveranderd voorop. Middels P2. Achter de 28 zijn ze met Manny Kuipers. De equipe van Iris en Jannik van der Berg. Joyce staat nog even iets verder achter Joyce ook. En dan is het tijd voor de koploper en de finishslag. Ben ik ook in voor Hiddels. Dag 142 van achter. En dan ben ik weer voor de overzicht van de Bekkerijs. Jullie Bouwman wordt dan als nummer 4 achtervlakt. Westerhof, die in de thuiswedstrijd het stuurtje hanteert. Dan zorgen ze mijn plaatje. Is het inderdaad op het vijf. Maak je de bruin. De laatste komt in voor. Zijn weer erachter, P5, Dirk Prins op 6, Monique Kuipers op 7. Aanvang van Dirk Bos, naar de binnenkant. Mike de Bruin. Dirk Bouwman zit op de 5e plek. De relatie van de zonverschoven. Van 45 met Ike van Iris en Yannick van der Berg. Joyce Zalk op haar beurt daarachter. Wee, daar schiet Hele Bos een binnendrein op. Ja, precies niet goed bij. En zicht buiten de baan. Achter hoe 5 van Mike de Bruin. Daar heeft de kop al mee. Albert zit op de achter. Ruiter Zijndorf. Jullie Bouwman in het duel met Peter Kooike voor 3-4. Bouwman die hem daar doorhaalt. Start 05. Kuipers zijn tof. Jullie Bouwman. Peter Kooike. Dat op de 44. Ik hoop die van Dommelen. Daar is het op de door. Dat het zonkit gelopt in voor 8-05. Maar de baan is hier zo afgevraagd. Dan denk ik Kuipers zijn tof. Jullie Bouwman. Op 3, Peter Kooike op 4, Jok van Dommelen 5. 42 met Martijn Uithof, Kuipers, Arne Brilaars, Nick Prinze, Jok van der Berg, Iris. De finale van de divisie V, de voorwiel aangedreven Olympus van aan die achterronde.
Brillaars. En ik thuisrijder van SL. Ja. Anne Brillaars aan de leiding met Joeri Bouwman daarachter voor de P2. En dan is het Peter Koijker op zijn beurt daarachter. Achter de 78. De Bos, achter 6 op de thuisrijder van SL. Die dan op P4 zit. Ik keep vorm samen met Engels en Westerhof. Anne Brillaars is de eerste veel op de zetten. Voor Anne, jullie bouw van drachten, Peter Boeke. De Bos, die wordt onder druk gezet door het Albergs equipe. Daar hebben zij toch, denk ik. Joyce Sonk en de eerste man op de nog de achterstand opgenomen. Joeri Bouwman, Peter Koijker in de Bos, 42, de andere Albergse kip met Martijn Eithof. Ik kip samen met Mariel Bekkaars. Halverwege deze finale, 400 te gaan naar de Brillaars, Joeri Bouwman, Peter Koijker. En dag 44 met Job van Dommelen. Ik breng ze daar weer achter. En dag 48 met Molly Kuipers. De derde bolide van SL in deze finale van de divisie. Drie ronden nog. Relaas door. Bouwman, Koijker. Wie Bos en Groepers eten. Oh, daar gaan ze met elkaar af. Ja. Hij wilde het gat in wat er niet was. En dat gat kun je niet maken, dan eindig je op de wal. In dit geval met z'n tweeën. Dat was wel het duel voor de derde vierde plek. Arne Brillaars, hij is nu Riant aan de leiding. Peter Koijker op de derde plek achter Joeri Bouwman. Die op twee zit. Job van Dommelen probeert er nog bij te komen. Joyce die gedubbeld wordt door de kop op Arne Brillaars, waar hij die gaat van de laatste ronde. Joeri Bouwman, Peter Koijker, Job van Dommelen. Gerard Lopik. Ik Prins en de keeper Kuipers. Als er daarmee in de laatste ronde finish dat voor de koploper en de winst in de finale divisie 5 voor Arne Brillaars. Als tweede afgevlachter Joeri Bouwman. Joyce ook gedubbeld, derde plek is op Peter Koijker, vierde Job van Dommelen. En P5 voor dag 75, Nick Prinsen, dag 128 erachter met...